Ik wil vandaag niet de standaard youtuber uithangen en gaan zeggen: "Eh, ik kijk geen tv. Tv is een dood medium. YouTube is zo veel beter." Ik wil niet zo'n persoon gaan zijn, maar ik kijk geen tv. Ik heb hier een tv staan. Daar zit gewoon geen kabel in. Het enige wat in die tv gaat is USB-sticks. Met daarop gedownloade films en series. En gewoon een lekker potje Netflix. Maar dat ligt niet zozeer aan de televisie zelf. Het is fucking 2017. Ik wil gewoon video on demand. Het is gewoon letterlijk naar het Nederlands vertaald: video op. Demand! Slechte vertaling. Video wanneer jij het wilt. Als jij een Serpent Gameplay video wilt zien van vijf jaar geleden, kan je dat nu doen! Ik raad het je niet aan, het zijn echt kut video's, maar ze staan online. Bij tv is het zo van, oh, ik ben tv. Wil je de nieuwe aflevering van GTST? Acht uur, bitch! Mwah! Oh, dat is gewoon kut. Je bent gewoon heel erg meuk aan het kijken. zeppen, zeppen, kut, kut, kut. Oh, dit is niet heel leuk. Maar over 30 minuten, dan begint weer dat ene dat ik wil zien. En daarom is tv een dope medium. Maar je hebt ook gewoon Netflix. Wat ook gewoon eigenlijk tv is. Maar dan gewoon wel wanneer je het wil zien. Weet je, jouw favoriete Netflix-serie. Of het nou Houden Met Your Mother is. Of de oude afleveringen van Pokémon. Die gaan niet high class doen. Als je in één keer om 5 uur ochtends zegt: hé. Hey, ik wil seizoen 1 van Pokémon kijken. Ik wil die vriendschap tussen Ash en Pikachu weer opnieuw zien groeien. Netflix geeft geen neuk. Jij wil Pokémon, jij krijgt Pokémon. En dan heb je natuurlijk ook nog van die leuke dingen, zoals uitzending gemist. Maar meestal is dat ook gewoon heel erg kut. En daarom is YouTube in principe best wel fijn. Je hebt ook gewoon tv op YouTube. Ik geef niet heel graag toe. Maar ik heb momenteel een kleine verslaving aan alles met Gordon Ramsay. En Keuringsdienst van Waarde. Die hebben nu heel veel YouTube-video's. Gewoon de afleveringen op YouTube. En dan zo van: Oh, ik wist niet dat 90% van de mayonaise in snackbars. eigenlijk technisch gezien geen mayonaise is. Pfff, ik leer weer troep. TV, internet, eh, Weet je, het ding is ook. TV is ook gewoon vaak beter dan YouTube. Er is een heleboel kutmeuk op TV. RTL Boulevard. Ik weet niet of je ooit Barbie's Baby hebt gezien. TV is heel veel kutkak. Maar TV heeft ook heel veel geld. En die kunnen gewoon al het geld in toffe programma's stoppen. Van hé, hey, we hebben een tof idee. We hebben een zak geld. Boom, goede televisie. En ja, dan kan ik niet gaan zeggen dat YouTube-video's beter zijn. Hier heb je die gast die denkt: hé, hey, kut. Ik moet vanmorgen een video maken, hmm, laat ik een keer gewoon een kwartier lang gaan lullen over Temptation Island, want daar wil ik het vandaag over gaan hebben. De meeste tv-programma's zijn of gewoon heel kut, of een klein beetje kut, of gewoon, ja, dit kan ik in principe wel kijken, of toch, ja, dit is in principe wel interessant. En vaak stop ik gewoon aan de hand van de titel die dingen al in een vakje. En Temptation Island is een programma dat voor mij nu in Nederland voor het negende seizoen draait. Het is in ieder geval een heel oud programma. En ik dacht altijd: Wauw, dit programma is heel sneu, heel triest, heel kut, gaan we niet kijken. Nou, ik heb dus net een aflevering gekeken. Ik zat beneden boerenkool te eten met mijn moeder. Gewoon als, als ja, zoals goede YouTube-kutkinderen uh, dat doen. Ik zat lekker beneden boerenkooltje te eten. En opeens kwam Temptation Island. En mijn moeder zei: Rik, 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 Rik. Dit moet je zien. Dit is fantastisch. Ik zou, mam, We gaan geen Temptation Island kijken. En we hebben Temptation Island gekeken. En het is. Fantastisch. Echt waar. TV. Je bent fantastisch. Temptation Island is. Zo erg. De shit. Ik ga even uitleggen wat Temptation Island is. Je hebt. Vier stelletjes. Heel makkelijk. Man, vrouw, houden van elkaar. Kijk, kijk, er is een mannetje en een vrouwtje. Heel erg van elkaar houden, dan stopt dat mannetje zijn penis in het vrouwtje. Kun je ook doen als je niet heel erg van elkaar houdt, maar... Ik bouwde gewoon op naar een hele rare seksuele voorlichting Grap. Je hebt in ieder geval een man met zijn vriendin en een vrouw met haar vriend. Zijn even dezelfde twee mensen. En die gaan naar Temptation Island. Oftewel, ja, Verleiding Eiland. Oeh... En op dat eiland worden ze gescheiden Ze gaan niet scheiden, ze worden gescheiden De man en de vrouw worden los van elkaar gehaald Voor tien dagen lang En Temptation Island heeft een hele epische uitdaging Ga niet vreemd Je bent daar tien dagen gescheiden van je vrouwtje En die man gescheiden van haar mannetje En er komen opeens allemaal bitches Allemaal van die sletjes van Hey, lekkere man Ik wil wel lekker met jou seks hebben En het enige wat die man gewoon moet doen is gewoon zeggen Nee, nee, bedankt. En dan win je. Dat is het. Het enige wat je hoeft te doen is tien dagen niet vreemd te gaan. En dan krijg je heel veel geld. En je weet ook gewoon: die vrouwen. Je wordt gescheiden van je vrouw. En opeens zijn er allemaal sletjes en zeggen: Hé, hey, oh, ik wil echt neuken met jou tonight. En die mannen denken ook niet: Oh, dat is niet deel van verleiding-eiland. Dat er opeens allemaal verleiding is. Nee, nee, deze vrouw die zegt: Ik wil jou neuken tonight. Die wil mij oprecht gewoon echt heel graag neuken. Tonight. Ze beseffen dat blijkbaar niet. Omdat hierboven. Ik, ik, ik ga er echt vanuit dat iedereen een acteur is. En anders is mijn respect voor. Gewoon hoe slim ik de gemiddelde mens schat. Dat gaat gewoon weer omlaag. Of in ieder geval. Hoe dom ik denk dat de domste mensen zijn. lager dan ik dacht. Het is echt. Die vrouwen, die staan dan ook, die, die sletjes die proberen die mannen te versieren. Die komen ook voor de camera. Ja, ja, ik speel een beetje in op zijn zwakke, zwakke plekken. Een beetje op zijn emoties, doe een beetje flirty. Raak een beetje zijn benen aan. Ja, denk ik dat ik hem binnen twee dagen al heb. Het enige wat die vrouw doet is gewoon, laat ik voor de camera zeggen. Ja, ik ben gewoon bezig met deze gast proberen te neuken. Ik vind hem helemaal niet leuk, maar. Ik moet dat gewoon doen, want dat is gewoon mijn baan in dit programma. En dat gaat gewoon altijd fout. Ik zat net te kijken, en als er zo'n vrouw, en die werd verleid. Het was een hele sexy man. En ze zat echt te denken: van ja. Ik vind de man wel heel leuk, maar ik twijfel een beetje of zijn gevoelens nou echt zijn. Of dat het nou is, omdat ik op Temptation Island ben. Ja, ik ben er nog niet helemaal over uit. Misschien vindt die man me gewoon echt leuk. Of misschien is hij me gewoon aan het verleiden. Op Verleidingseiland. Het <laughs> is zo debiel. Het is zulke mooie televisie. Debiele mensen. Die debiele men, de mensen dingen doen. Oh my god. Ander favorietje van mij. Ex on the beach. Oh, dat is leuk. Oh, no, joh. Hé, wat ze dan gaan doen? Dan gaan ze naar het strand. Gewoon, gaan... oh, je gaat met je partner naar het strand. Oh, we gaan lekker op vakantie naar een mooi eiland. En weet je wie ze tegenkomen: op de beach hun ex. I kid you not. Je doet mee aan de ex on the beach. En opeens komt hij zo, komt zo aanzwemmen met een super gespierde bodybuilder. Lichaam met tatoeages en zijn eiwitshake nog half over zijn mond uitgesmeerd. Oh, ik heb zoveel spieren, schatje. Ik ben er weer. En dan, oh nee, het is mijn ex on the beach via dat verwacht? En aan ja, het van het programma gaan ze altijd gewoon neuken met een ex. Het is echt het is zo mooi. Het is zo simpel. Moeilijk moet het zijn om gewoon 10 dagen op Temptation Island. Je weet, het enige wat je moet doen om te winnen is gewoon niemand anders neuken. Heb je dat al bedacht? Dan zeg maar, hé, deze chick die meer probeert te hossen vind ik wel heel leuk. Kunnen we zijn maar niet gewoon... Na uh, de tien dagen op Temptation Island, gewoon samen nog een keer vreemd gaan of zo. Nee, 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 nee. Het moet ook gewoon nu gebeuren. Op Temptation Island. Met al die camera's. Waar je vriendin de hele tijd zeg maar, mee kan kijken. Via de verborgen camera's. Dat weet je. Want je kijkt zelf met verborgen camera's mee. Hoe allemaal mannen jouw vriendin proberen te versieren. Maar je denkt niet. Oh, misschien kijkt ze ook bij mij mee. Terwijl allemaal vrouwen mij proberen te versieren. Temptation Island. Eggs on the beach. Fantastische televisie. Voor de rest heb je ook nog van die shit zoals O.O. Gershaw. Of natuurlijk de Engelse versie. Jer of de Amerikaanse versie. Jersey Shore. Of de Britse versie. Geordie Shore. Uh, ja, ik, ik heb, uh, ik heb uh, ooit mensen gekend die dat vaak kijken. En daar kan ik dan minder in komen. Want het is gewoon een hoop mensen. In een huis die heel veel gaan zuipen. Ja, ik snap dit nog? Ze krijgen betaald heel veel. Van MTV, TMF, whatever dat allemaal is vandaag de dag op de fucking televisie. Ze krijgen een zak geld om te feesten. En om een of andere reden hebben ze altijd ruzie met elkaar. Stel je voor, voor mij, Jersey Shore, op een gegeven moment waren die gasten zo bekend. Die kregen 1 miljoen dollar voor een seizoen. Gewoon een vakantie lang in hun huis zitten, zuipen, neuken. Dat is gewoon waar ze 1 miljoen voor krijgen. En toch hebben ze altijd ruzie met elkaar. Dus heb je verdient fucking duizenden euro's per dag om te zuipen. Waarom heb je ruzie? Het is gewoon een, een gast achter de scherm die zegt... Yo, gast, je moet wel even je vriend op zijn bek slaan en zijn bitch neuken. Anders is het geen leuke televisie. En mensen kijken dat als het opeens... Oh ja, ik ben echt boos op Karen. Ik ga in de bed kakken. Dat is, dat, dit is voor mij oprecht een van de afleveringen. Ik, 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 ik kan dit ik kan een plekje verzinnen. Maar het is waarschijnlijk ook gebeurd. Ik kak gewoon in de bed. Want dat is leuk voor televisie. Karen! Fuck jou, ik kak in je bed en ik neuk je ex op het strand En dat strand is van Temptation Island Het is echt fantastisch Het is zo nep en duidelijk Je gaat er niet mee door een ex on the beach En dan verwachten dat je ex niet op de beach komt ja, oh, dat andere programma, nog nederlands televisie. Dat' Get the fuck out of my house. Waar ze een heleboel mensen in een huis stoppen. En je moest daar een maand in blijven. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon niet uit het huis gaan. Het enige wat die mensen doen de hele dag is ruzie maken, ruzie maken. Jij hebt de crackers opgegeten, you motherfucker. En ik snap dat niet, want doe gewoon chill. Je zit een lang met elkaar in dat huis. Ga gewoon chillen. Doe ook een paar oudere mannen mee. En die zijn duidelijk gewoon slim. Denk gewoon: Yo, ik moet hier een maand zitten. Ik hou gewoon een maand lang mijn bek. Ik neem een lekker boek mee. Ik ga lekker in de hoek dat boek lezen. Tot over een maand. Ik neem het geld mee. En die mannen worden ook gewoon niet gevolgd door de camera. Maar die zijn niet interessant. Je ziet gewoon een paar gasten op de achtergrond. Iedere keer ze er ruzie is, ja. Ga maar ruzie maken. Dan gaan er meer mensen uit. Dan krijg ik meer geld. Hetzelfde geld voor Utopia: Gasten. Doe chill! Jullie, jullie zitten daar, dat fucking Utopia. De ideale, fantastische wereld, hè? Daar ruzie te maken, want... Oh, het geld gaat op aan sigaretten. Oh, nee. Moeten we eten kopen? Ja, anders ga je dood, vriend. Uh, doe gewoon chill. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Als je weer aan die tv meedoet. Is gewoon chill doen. Maar als je gewoon aankomt bij de sollicitatie van Utopia... En zegt, yo, ik ben Rick. Ik kan normaal doen. Uh, zou ik mee mogen doen? Nee, Rick, je doe chill. Ik doe chill. Nee, je doet niet chill. Ik doe wel chill. Ah, nou ben je aangenomen, want je deed zojuist juist echt zeer chill. Uh, ik zou echt graag meedoen met Utopia. En dan doe ik gewoon dit. Yo. <laughs> Jongens, is er een probleem? Uh, ja, Rick, dit en dit. Oh, heb je al dit geprobeerd? Oh, dat is wel een goed idee. Oh, nou, Rick, ik ben het niet met je eens. Nou, hé, hey, dan schudden we elkaar de hand. Dan ben jij het niet met mij eens. Ben ik het niet met jou eens. Ik heb waarschijnlijk wel gelijk, want ik heb hem opgehast. Tot nu toe ben jij iedere keer die gast die zeg maar, ruzie heeft met iedereen. Omdat jij met gewoon een domme sukkel. En ik dan zeg maar, ja, ook wel een domme sukkel. Maar gewoon met minder ruzie. Dus um, Utopia. Dit is mijn open sollicitatie. Ik wil ook graag meedoen aan Ex on the Beach. Uh, ik weet niet wie van mijn exen on the Beach is. Maar. Het wordt sowieso gezellig, weet je. Ik, 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 kan, ik kan met jullie het op een bepaald niveau wel opschieten. doen we lekker een drankje. Uh, geen seks met elkaar, weet je wel. Dat... Ik denk dat ik dit in principe kan laten werken. En hé, hey, Temptation Island. Tuurlijk, het is openbaar iedere avond. Overal mooie dames. Eén ding ik hoef te doen is gewoon niet mijn piemel in jullie steken. En dat kan ik. Nou ja, even kijken voor deze video. Uh, abonneer op mijn YouTube kanaal. Het is echt hey, heel veel geld. Productiewerk en zo. Ja joh, het is wel leuk. Je hebt gewoon deze gast. Dat ben ik dan. En dan praat ik en zo. Ja, ik, vind, ik vind het zelf wel geinig. Maar ik vind Ex on the Beach ook geinig. En Temptation Island. Geen utopia. Deze video gaat helemaal nergens over. Dankjewel voor het kijken! Doei!